Hey, allemaal, vandaag Jorgen van het Gamingcast en welkom terug bij een nieuwe episode van Battlefield 4. En vandaag spelen we op de map, wat is het, Rogue Transmission, zag ik net toevallig staan. En ja, ik hoop dat jullie er met je zin hebben in een nieuwe episode. Het is een tijdje geleden, sinds onze laatste Battlefield 4 gameplay. En hier maken we onze eerste kill. En daar staan nog meer mensen. En die is down, oké. En medic pack zou op zich wel handig zijn nu. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Oké, zoals jullie weten, ik doe live commentaries. Op Battlefield 4 natuurlijk. En ja, ik denk dat het wel nice wordt. Oh crap, die helpt mij wel. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik met de G36C wil spelen. Heel eventjes snel kijken hoor, bij de weapons. Even kijken hoor. Ik denk dat we een keer niet met carbines gaan spelen, maar... Jawel, trouwens, we gaan wel met carbine spelen. Ik denk dat de AK-5C voor deze map toch nog de beste optie is, helaas. Die hebben we volgens mij al een keer gereviewd, ongeveer. Ja, reviewed. Laat dan eens in de comments achter met welk, ja, met welk wapen jullie mij willen zien spelen. Maar ja, zoals je ziet, de AK, dus het ook weer 5C, is toch wel eigenlijk het topwapen voor deze map. Want ja, je moet tenslotte toch een beetje op afstand kunnen schieten, hè. En daar is dit wapen wel echt voor gemaakt. Oké. Enemies incoming. Ik denk dat ik eventjes een beetje hier om ga lopen. En misschien kunnen we er een paar vanaf hier pakken. Ik weet het niet. Ah, daar loopt er een. Moet je wel mikken hoor. Oh, nee, die hebben we net niet. En ik ben bijna down. 6% health over. Het zal me niks verbazen als je nu een grenade naar boven gooit. En ik ben in één keer er geweest ofzo. Oh, wat de heck gebeurt daar dan? Oh, die gaan we wel pakken. Oh, niet eens. Oh, die was geel. Oké. 6% health for the win. Medic pack, please. Thank you. Oké. En we zijn bijna recovered. En dan... Ze komen nog steeds van links. Dus het zal me niks verbazen als er nu weer iemand van links komt eigenlijk. Hallo? Hallo? Daar staat iemand. Oké, die is down. Oh, er kwam hier nu wel iemand aan. En die kunnen we ook meepakken. Oké, sweet. Cool. En dan kunnen we... Hier misschien nog iemand treffen? Nee. Oh, wacht maar. Gaat sowieso nu wel... Ja, daar staat een sniper met zijn... Ik zag hem met zijn... Hoe noem je dat ding? Flashlight. Met zijn zaklamp zag ik hem staan daar. Oké, daar staat iemand. Zeker weten. En die is down. Dat overleeft hij niet, die kogels. En er komen nu een aantal troepen deze kant op nu van de enemy. Oh, en die zijn nu erg op mij aan het azen. Dus ik moet wel even gaan uitkijken hier zo. Oh, we hebben nu ook een flashlight voor de AK-5C unlocked. Maar daar hebben we niet heel veel aan. Oké, het zal me niks verbazen nu als er toevallig een enemy nu naar boven is gelopen. Nee, nog steeds niet. Zijn jullie nog niet boven, jongens? Oké, waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Oh, wacht. Hier wordt een teammate gepakt. Hard ook. En die enemy kunnen we misschien de les lezen. Oh, wat gebeurt daar nou? Oh, lag. Lag in de schoten. En daar zit hij nu achter. En hij probeert te ontsnappen. Nou, granaatje dan maar. Dat is de enige manier om die vent te pakken, denk ik. En daar gaat hij hoor. Oh, crap. En nu hebben we problemen. Nu hebben we problemen. Oh, hij is nog down. Nice, nice. Cool. We hebben nog maar één bullet over in ons magazijn. Dat is niet handig. Misschien kunnen we even zijn wapen oppakken ofzo. Kan dat? Give me your kit, please. Hold to pick up recon. Oké. Recon. Sniper rifle. Oké, daar heb ik de tijd niet meer gespeeld. En hitmarker. En we hebben een nice enemy killed, sweet. Battlefield sniper is trouwens echt ziek vet. Doe het alleen eigenlijk nooit. Misschien is dat wel een beetje jammer. Hitmarker. En komt hij nog terug? Oh wacht, daar liep iemand volgens mij. Ja, daar is iemand close nu. Ja, daar komt iemand als het goed is hier naartoe. Dit wordt wel dangerous hoor, met een handpistool. Maar soms moet je het risico nemen. En daar is hij, daar is hij, daar is hij. En we hebben hem, nice. Oké, cool. Nou, laten we nog maar eventjes doorsnipen anders. Het kan geen kwaad, zou ik zeggen. Daar staat iemand. Die was wel heel erg mis. Die dan? Nee, ook niet. Net te traag. Die kogels gaan net te traag dan. Call of Duty snipen, geloof me jongens, is echt 10 keer zo simpel als Battlefield snipen. En wacht even, er was iemand boven geloof ik. Ja. Oh man, oké, we hebben nu elkaar gekild. Nou ja, toch, we hebben hem alsnog. Oh, ik heb hem al 5 keer gekild en hij mij pas 1 keer. Oké, cool, cool. Nou ja, en wat is eigenlijk onze score? Oh, dat is de verkeerde. Nee, ook niet. Crap, hoe doe ik het ook alweer? Start ingedrukt houden. Ja, zo was het. 11 om 2. Alright. Dat is niet slecht. 11 om 2 al? Wow. Oké, dat had ik niet verwacht eigenlijk. 11 kills al. Nou, nu zijn het er 12 om 2 dus. Oké, cool.
En hier liep sowieso nog iemand. Daar zijn er genoeg. Wacht, laten we die even vermijden. Want die staan daar op een te chille plek en ik niet. Even kijken, kunnen we hier doorheen schieten is de vraag. Het zou wel chill zijn op zich. Ja, 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 we pakken hem. En hij rent weg nu. Oké, dat kan een assist count en skill worden. Even kijken hoor. Oh, daar wordt een friendly gebackstabbed. Oké, hij is al neutralized. Daar staan mensen, sowieso. Ik vind het wel een beetje gevaarlijk om te gaan rennen daar zo. Krijgen ongetwijfeld ook... Oh, daar staat iemand. Mensen in onze rug neem ik aan. Dat zal me niks verbazen. Oh, hier is iemand. En die pakken we mee. Assist, jammer. Het liefste pak ik hem voor mezelf gewoon. Maar oké, dan niet. Granaatje omhoog. Misschien helpt dat. Misschien kill ik daar iemand mee. Nee. Oké. Ja, ik zag hier iemand op de kaart aan het klooien was. En volgens mij word ik gebackstabbed of niet. Of nou, of hij zit hierboven natuurlijk. Ja, hier zitten nog mensen boven natuurlijk. Oké, die pakken we mee. Dat is één down. En ze zien mij natuurlijk niet doordat ik een suppressor heb. En dat is eigenlijk super chill. En dan heb ik ook een heel groot voordeel ten opzichte van de enemy. Oké, die pakken we ook mee. En we zijn even aan het huishouden hier zo hoor. Ja, huishouden noem ik dit. Oké, dan pakken we die ook als het lukt. Dan moet je wel mikken, juist. Oké, die is down. En dan gaan we een suicide jump naar beneden. Nee, geen suicide jump. Gewoon een veilige jump met een parachute naar beneden. Oké. Een parachute voor 1 seconde equipped. Yes, for the win. Oké, daar is een enemy. Hier zijn, komen er nog meer. Ja, hij loopt om, geloof ik. Hij is hier, ja, hij is hier. Die kunnen we niet pakken, jammer. Helaas, helaas. Skill assist 47, jammer. En dan gaan we nu 16 om 3, denk ik. Ja, 16 om 3 inmiddels. Nou, het is op zich niet heel slecht. We staan 10 kills voor op de enemy. Het verbaast me eigenlijk dat we niet nog meer kills voor staan op de enemy. Want we zijn wel echt een stuk... Wow, oké. Die gaan met de grenade launcher schieten. Minder baas. Maar volgens mij... Oh, hij leeft nog, hij leeft nog, hij leeft nog. Daar staat hij. Hij is nog steeds niet neutralized. Kunnen we hem pakken, ja of nee? Ik vraag het me af. Ja, we hebben hem. Oh, wat? Serieus? Kill assist? Oké. Dat was balen. Ik had hem eigenlijk al voor mezelf willen hebben. Dat was wel een beetje terecht geweest, zeg maar. Oh, die gaat ook down voor mijn neus. Daar lopen enemies. En gevaarlijk hier zo. Dit is gevaarlijk gebied. Ik zou zeggen, wacht. Oh, crap, man. Oké. Okay. Oh, shit. Ik wilde ook nog snel die andere afmaken. Hij was aan het reviven. Oké, okay, cool. Let's do this. Let's go on with the rampage. Oké, okay, we zijn al steeds 10 kills voor. 13 inmiddels hebben we het uitgebreid. Cool, team. Cool. Daar is geen enemy. Ja, even kijken hoor. Ik durf daar niet doorheen te rennen, want ik weet sowieso dat we daar worden afgemaakt. De enemy zit nu aan de overkant. Dan ga ik eventjes hier ook een beetje... Ho. Daar zo, in het huis. What the hell? Waarom kan ik hem niet raken? Hier. Down. Get your ass killed. Kunnen we hier naar binnen of zo? Nope, we kunnen hier niet naar binnen, man. Oh, en crap. Oké, dat was een faal eigenlijk. Die hadden we zeker moeten hebben. Oh wel. Jammer. Ah, dan gaan we 18 om 5. Oké, cool. Beter kunnen we 20 om 5 halen nog dit potje. Dat zou best wel cool zijn op zich. Dat is een nice ratio van 4. Oké, daar zijn enemies. Sorry. Even revive iemand. Laat ik aardig zijn. Oh, ik ga zelf bijna down. Oké. We're good. Even kijken. 31 kogels weer in het magazijn. En dan kunnen we weer gaan lopen. Daar loopt iemand. Waar is die? Geen idee. Oké, hectisch hier zo. Even kijken hoor. Nee. Ja, hierboven zitten mensen. Dat sowieso. Alleen, het is wel een beetje een risicootje om hier naar boven te lopen. Want ik weet bijna zeker dat er een camper hier zo op mijn hoofd komt. Ik hoop van niet natuurlijk. Nou, deze vent heeft niks door. Dat is mooi. Dan pakken we die mee. En die heeft mij wel eens degelijk gezien. Dus die gaat mij nu ook proberen te pakken, denk ik. Ja, daar staat hij hoor, me op te wachten. Jammer. Oké. Ik had het eigenlijk verwacht, dus ik had eigenlijk niet moeten gaan. Maar ja, ik dacht toch, campers die wil ik graag pakken, dus... Maar helaas kun je niet altijd... De good guy win niet altijd, zo moet ik zeggen. Oké, hier rechts zit iemand op de kaart. Oké, die is gekilled. Oh shit, ik word gekraakt. Geen idee waar het vandaan komt. Daar staat wel een friendly. Ik dacht een enemy was... Want er zat geen naam boven en hij was niet gekleurd. Tenminste, hij was niet rood gekleurd, of blauw gekleurd, sorry. Oké, daar loopt wel iemand. Die kunnen we pakken. Die kunnen we zeker pakken. Yep, die is down. Oké. En dan loopt er
hier iemand daar. Ja, daar loopt iemand. Daar loopt nog iemand. En daar loopt zelfs nog iemand. Oh, shit. Oké. Ah, die had hij nice. ACWR. Ja, heel sterk wapen. Heel sterk wapen. Ik ben ook een heel groot fan van dat wapen. Maar ja. Oké. Oh, shit. Verkeerde knop. Ja, do it. And go. Revived. Scheelt hem weer een def, zou ik zeggen. Oké. Hier naar boven. Why not? Hier zit iemand te snipen, mislukte actie jongen, headshot en get owned. Oké, dan springen we hier naar beneden. En dat is zonder damage, sweet. En even kijken hoor. Oh trouwens, ik vind jullie reacties trouwens op de Survival Island hè? Echt top man. Echt cool, we hebben al heel veel support voor jullie gehad. Veel likes, ook op de eerste episode 30 likes, dat was best wel awesome eigenlijk. En ja, ik wil jullie er nog voor bedanken. Ja, het is gewoon leuk om die support te krijgen van jullie. Dus nou ja, in ieder geval bedankt. Daar stond trouwens weer iemand. Hashtag yellow. Nee. Oké, waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Hier zo. What the hell? Ik zag er toch serieus een oranje pijltje of rood. Of welke kleur het ook moet voorstellen. Volgens mij is het oranje. Tenminste, het lijkt meer op oranje dan rood. Als ik eerlijk ben. Die pakken we gewoon even mee, die twee. En uitkijken nu. Voor die vent. Die komt hier omlopen. Dat is zeker, denk ik. Oh, wat de hel. Oh, jawel. Ha! Hij had niet eens door dat ik achter hem kwam. En daar gaan we, hoor. We zetten nu weer even op een killing spree, hoor. Nice, nice, nice. Nog 4 kills. Nog 3. En we hebben gewonnen. Dus we gaan op zich wel lekker. Awesome sauce. Geen enemies hier. Nope. Geen enemies hier. En daar in het midden wel. Alleen, altijd dangerous in het midden. Oh shit, oké. Dat overleven we. En er staat hier nog een enemy te schieten op ons. En die kunnen we afmaken. Misschien als final kill. Oh, niet final kill. Oh, nu wel, oké. Nou, in ieder geval, dat was eigenlijk best wel een nice potje. Ik hoop dat jullie het een beetje chill vonden. Weer een nieuw Battlefield gameplay. En ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Laten we nog even snel kijken wat de score is geworden. Volgens mij redelijk lekker. Ik had niet verwacht dat het zo lekker zou gaan, moet ik zeggen. Level 20 trouwens. Oh, 28 om 7. Oh, dat is eigenlijk best wel nice scoren. Nou ja, jongens, ik wil je dus bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video's.